deze nieuwe video. Ik ga jullie laten zien hoe je een flow kan maken om de verlichting aan en uit te zetten. Als eerste klik je op Create a Flow. Daarna ga je naar de naam en dan geef je de flow een naam. Voor nu is het lamp aan. Daarna gaan we naar de Als kolom en dan klik je op Add Kaart. Nu moet je de schakelaar opzoeken waarmee je de verlichting wil schakelen. Ik zoek de schakelaar van mijn barverlichting op en dan kies ik de kaart aangezet omdat we een aanflow gaan maken. Nadat je die geselecteerd hebt, dan ga je naar de Dan kolom, klik je ook weer op Add Kaart en dan zoek je de lamp op die je wil schakelen. In mijn geval staat hij al en dat is een barlamp. Selecteer ik de kaart Zet aan. Daarna klik je op Save. Dan zie je de flow hier aan de linkerkant verschijnen. En nu kunnen we een flow gaan maken om de lamp ook weer uit te zetten. Daarvoor klik je links onder in de hoek op Nieuwe Flow. Dan gaan we weer beginnen bij de naam. Nu zeggen we Lamp uit. Beginnen we weer bij de Als-kolom en nu zoek je de schakelaar weer op die je net geselecteerd hebt om de lamp aan te zetten. Maar nu kies je de uitgezet kaart. Dus die selecteren we en dan gaan we naar de Dan-kolom en dan zoek je de lamp weer op die je net in de vorige vlog hebt gebruikt. Maar nu kies je de kaart Zet uit. Als je die geselecteerd hebt, klik je weer op Save en ook deze flow zie je aan de linkerkant in het scherm verschijnen. Nu heb je twee flows gemaakt om de lamp aan of uit te zetten. In de Dan-kolom kan je alle lampen toevoegen die je met de ene schakelaar wil bedienen. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Ben je al geabonneerd, dan dankjewel. Ben je nog niet geabonneerd, dan zou ik het leuk vinden als je het eventjes doet. En vergeet ook niet het belletje aan te vinken. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.